Hoi, ik ben Daan en ik ben op dit moment onderdeel van zowel de GOC als de Instituutraad Social Work. En ik zeg op dit moment omdat er binnenkort weer verkiezingen aankomen. En je kunt je van half februari tot half maart verkiesbaar stellen. Denk je nou, ik vind dat leuk of ik wil het eens proberen? Echt een aanrader, ik zou het zeker doen. En vergeet het vooral niet voor de deadline te doen. Mijn naam is Roy Leunen en ik ben jarenlang voorzitter geweest van de voormalig opleidingscommissie SPH en het afgelopen jaar van de Instituutraad Social Work. En voor een kwalitatief goede opleiding en goed beleid op instituutsniveau is belangrijk dat ook jij als student meepraat en je aanmeldt voor de aankomende verkiezingen. Mijn naam is Gerben Roefs, ik ben docent muziektherapie aan de opleiding creatieve therapie in Amersfoort. En ik zit in de gemeenschappelijke opleidingscommissie van Instituut Social Work. Ik wil iedereen oproepen om je ook verkiesbaar te stellen voor de GOC of misschien voor de instituutsraad. Dat geldt zowel voor studenten als voor docenten. En je kunt je verkiesbaar stellen tot 19 maart. Hallo, ik ben Sanne. Ik ben een eerstejaarsstudent Social Work en ik zit in de GOC. En ik vind het leuk in de GOC omdat je daar een kijkje krijgt achter de schermen van de opleiding en daar ook daadwerkelijk je stem kan uitbrengen. Nou, ik ben David. Ik zit ook in de instituutraad, vorig jaar verkozen. En ik zou vooral zeggen, stel je verkiesbaar voor de instituutraad. Ik vind het zelf heel erg interessant en ik leer er heel veel van. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk, om dat hier zo mee te mogen maken. Ik ben Carla van Slagmaat. Ik ben lid van de GOC. En ik vind het boeiend en uitdagend om samen met studenten en docenten het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor studenten. Hoi, ik ben Nora en ik studeer creatieve therapie. Wij als CT'ers horen natuurlijk ook bij de GOC ISW. Dus stel je ook als CT'er verkiesbaar voor de GOC. Hoi, ik ben Dennis. Ik zit in de GOC en in de instituutsraad. Wil jij ook volgend jaar meedoen aan de medezeggenschap? Dat kan. Kijk dan voor meer informatie op www.verkiezingen.hu.nl.